ik had toen ik filosofie ging studeren niet bedacht dat ik heel veel in de kamer zou zijn. Maar het is wel een fantastische plek, omdat hier wel alles gebeurt. Goedemiddag vanaf het Binnenhof in Den Haag, waar iedereen zich opmaakt voor een historische Prinsjesdag. Het is een dag van oranje en van politiek. Wat gaan we doen? Ik ben Lisa Westerveld. Ik ben momenteel werkzaam als persvoorlichter en lobbyist bij de Algemene Onderwijsbond. En wij komen dus specifiek op voor de belangen van alle mensen die werken in het onderwijs. Dus op het moment dat wij veel signalen krijgen van onze leden dat de werkdruk te hoog wordt, dat ze te veel leerlingen in de klas hebben, dan zorgen wij ervoor dat we ook naar de politiek vragen of daar wat aan gedaan kan worden. Op Prinsjesdag is het een beetje de aftrap van het nieuwe politieke jaar. Dus juist op dat soort dagen is het wel belangrijk om je gezicht even te laten zien. De afgelopen jaren heeft de regering forse stappen gezet om de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijspersoneel te verhogen en de aansluiting. Mijn rol is dat ik de problemen waar de persoon die voor de klas staat mee te maken krijgt, dat je dat kunt vertalen naar die politici die er uiteindelijk wat mee moeten doen. Wat ik vaak merk is dat binnen onze organisatie dat heel ambtelijk wordt gedacht. Dus dat leidt er vaak ook toe dat wij hele moeilijk inhoudelijke stukken schrijven. Mijn werk bestaat voor een heel groot deel uit dat ik ervoor zorg dat de stukken die wij schrijven, dat die begrijpelijk en toegankelijk zijn voor Kamerleden. Ja, maar daar zit dus ook wel weer meteen het gevaar in. Als je voor anderen gaat bedenken wat zij moeten gaan doen. In mijn werk ben ik ook heel veel bezig met het gaan naar debatten. En dan merk je heel vaak dat politici op een bepaalde manier bezig zijn om hun argumenten te brengen. En in mijn studie filosofie heb ik veel te maken gehad met logische manieren van redeneren. Logica, argumentatieleer, waarin je heel erg precies leert uitpluizen eigenlijk wat er nou met een bepaalde redenering wordt bedoeld. Het fijne van een studie als filosofie is dat je leert om niet alles vanuit je eigen achtergrond te benaderen, maar juist ook eens om je heen te kijken. En hoe kun je nou verdiepen in wat die ander denkt om toch samen een oplossing te bedenken?